Brandoil tankstations, hilarious creatieve reclamemakers en de promotiesupportclub van FC Zutphen. Enthousiaste aanhangers van FC Zutphen Internet TV. Arthur Hesselman, gefeliciteerd met de overwinning. 9-0, lek boven? Het lek is boven. En wij zeiden net op het veld in de nabespreking tegen de spelersgroep. Met de Achterhoek Cup erbij van de week 19 doelpunten in 2 wedstrijden. Dan lijkt me het lek boven. Dat lijkt me het lek boven. Maar we hebben eerder wel goede wedstrijden gezien. In de beker 7-8-0 en dan toch afgelopen zaterdag 3-3. Het kan maar zo verkeren. Ja, we hebben denk ik vandaag goed gecounterd. We hebben natuurlijk de hele week daar met elkaar over gehad. Hè. Vorige week speelden we eigenlijk ook niet slecht. Waren we ook veel aan de bal, waren we ook de baas op het veld. En hebben we een 3-3 uitslag neergezet waar we eigenlijk helemaal niet tevreden over waren. Nu zetten we een 9-0 uitslag neer tegen een ploeg die vorige week met 5-1 wint. Laten we dat niet vergeten. Dus wat dat gaat, prima resultaat. We zijn erbij. Dit is wat we heel graag willen. We willen ook vooral heel graag naar onszelf kijken. We zijn alleen maar druk met ons eigen spel, de eigen prestatie. We kijken niet naar de tegenstander. Nou, vandaag hebben we een geweldig resultaat neergezet. En tegen een tegenstander die vorige week gewoon zijn eerste punt heeft gehaald. Dus dat zegt ook wat over ons. Ja, dat zegt zeker wat over jullie. Maar toch heb ik het indruk dat jullie het vaak nog wel een beetje te ver doordrijven. En te veel voor eigen succes gaan. Nou, ik denk dat dat vandaag reus meeviel. Wij hebben dat in de rust ook gezegd. We hebben in de rust in ieder geval tegen elkaar gezegd dat we, als we echt goed zouden zijn vandaag, dan zetten we een uitslag neer van 8-9-0. Nou, dat hebben we waargemaakt. Ik denk dat het op elk niveau, dat zie je ook in de Eredivisie en ook in de Champions League, altijd lastig wordt op het moment dat je tegen een tegenstander speelt die minder goed is als jij. En dat jij de bovenliggende partij bent, dan krijg je ook op elk niveau dat spelers meer met de bal gaan lopen, et cetera. Maar ik denk dat je ook de tweede helft hele mooie aanvallen hebt gezien. Waar de bal 1-2 werd geraakt en we er zo doorheen voetbalden. Dus wat dat gaat, volgens mij hebben de jongens bijna het maximale eruit gehaald. Maar we zijn nog helemaal niet tevreden, we willen nog veel meer. Wat wil je bijvoorbeeld nog meer? We willen alle wedstrijden winnen. Dat gaat al niet meer lukken. Nee, dus vanaf nu willen we alle wedstrijden winnen. En dat is natuurlijk de uitdaging altijd. En de reden daarvan is dat als we veel winnen, dan gaan we bovenin meedoen. En dan ga je meespelen om het kampioenschap. En nog als je naar ons spel kijkt, dan denk ik dat we de spelersgroep wil het heel graag. Wij als trainers willen het heel graag. Het resultaat vandaag is erna. Dus we moeten die ambitie gewoon uitstralen. En dat ga je hopelijk per wedstrijd terugzien. Nou, dan is vandaag een 9-0 uitslag. Nogmaals tegen een tegenstander die vorige week gewoon met 5-1 wint. Dat klinkt als een klok.